Hey, hallo iedereen. We zijn er weer bij The Forest. Episode 2. De vorige episode, zoals je kunt zien, hebben we ons kleine hutje gebouwd. Met het droog... Ei, koffer. Met het droogrek, kampvuur. En we hebben gewoon koffers gehakt en een hek eromheen gegooid. Ik ben vandaag van plan om te upgraden naar een beter huis. Of tenminste proberen om iets meer defense te verzorgen. Dat ik zeg maar... Want ik heb het idee dat kannibalen zeg maar over dit muurtje heen kunnen springen. En daar heb ik niet zozeer zin in dat ze dat kunnen. Kijk, voor de rest is dit ook best wel een mooi huisje. Ik denk al dit, wat de fuck hoor ik, maar dat is gewoon dat kutding. Maar voor de rest, dit is best wel een mooi huisje. Maar kijk, je moet het gewoon zo zien, hè. Als die mensen hier overheen kunnen springen, heb je ook niet heel veel aan het kleine kutmuurtje. En dat is maar van stokjes, hè, dus op zich zouden ze het zo kapot kunnen maken. Maar nou, ik heb veel positieve comments gekregen op mijn laatste video. Dus ja, van gisteren tenminste. Dus ik neem dit nu op om 8:30 s'avonds. Dus het zal waarschijnlijk of morgen of vanavond rond 1:30 of 1:30 online zijn. Maar dan kijken er ook nog genoeg mensen, denk ik. Dus. Maar alsnog, wat is iets het handigste wat we misschien als allereerste kunnen doen? We kunnen op zich. Ja, tenminste eerst even in het vliegtuig kijken, want ik heb het idee dat altijd al die shit doet respawnen. Kom op. Kijk, normaal kom ik hier altijd zo in. Dadelijk moet ik nog zo'n fail complicatie ervan gaan maken dat ik hier niet opkom. Oh. Hey, kijk eens. Nou, hier ligt wat eten. Medicijntjes hebben we niet nodig, maar... Ah ja, wacht, zo'n kast kunnen we ook neerzetten, want die kast kunnen we dan gebruiken voor... Hoe heet het? Kunnen we dan al onze shit inzetten en kunnen we dat hier weer pakken? Ja, dit is op zich best wel een goeie. Laten we dat maar even doen. Ja, hebben we genoeg plek voor een kast hier binnen? En anders moet ik hem gewoon buiten zetten. Small cabinet. Ja, op zich. Moet passen. Zet het gewoon hier neer. 7 logs. Ik had ook gehoord trouwens dat ik de timelapse, zeg maar, ik ging dus boompjes hakken. Hè? Ik ging boompjes hakken. En als je afvraagt waarom stop ik soms. Waarom zeg ik zo vaak? Dat moet ik echt allemaal eruit gaan knippen, maar dat ga ik waarschijnlijk toch niet doen. Maar tenminste, waarom ik dat wou doen? Ik was dus vergeten die timelapse zeg maar erin te doen. Ik wou dus eigenlijk gewoon de video versnellen, maar dat was ik vergeten. Dus ik had dat in de muziekje eronder. Maar als ik kan niet. Loopt de dat is beter. Oh, dit kan via zo'n ongeveer. Of domme. Ja, ik was er gewoon aan het pas precies tegen staat. Ja, zo. Zo. Ik zie het. Ja, staat mijn klein. Laat die andere in. Is zijn gevoel niet geweest, maar heb je? Laat mijn verhaal gaan zijn. Lekker een beetje saai. Hij is mijn. Is hij nog steeds? Dan is hij weg. Ah, fuck jou. Oké. Ik ga lekker een neentje ophangen. Ik ga het zonde. Was mijn koekje, dat is een herhaling. Of, ja, dat is eigenlijk van die ook. Dat is wel fix, dat is altijd zo. Ik denk dat het voor mij is, dat. Even een portion zetten. Vul je meteen. Koffer. Even water. Kijk eens aan. Dat betekent dat je het water krijgt. En ja, dan gaan we meteen door mijn zin. Water. Dat is gewoon niet wat. Oh wacht. Als je water volgens mij opbrandt, dan gaat het meteen eruit. Als ik goed heb. Dan zou ik hier kunnen. Dan zou ik gewoon water in de zin. Dan zou ik gewoon weer van water. Oké, ik zal hier gaan. Of als ik een vieze kan krijgen. Maar dat ik het gaat. Wat de fuck die bom? Dat is fucking lastig. Oh daar. Oh kijk, komt precies uit. Nou dan lekker wat van die medicijnen hierboven. Oh, blikjes cola kan ik hier voor terugpakken. Even kussen. Oh, echt, het is zo irritant als ik dit zo zeg, hè. Maar ik kan er ook niet zo heel erg veel aan doen. Kussen. Oh ja, boost hebben we niet meer nodig, maar ik heb even medicijntjes nodig. Zijn die nou serieus allemaal weg? Oh my god, godverdomme. Dan kan ik wel die kutmedicijnen terug gaan pakken. Ja, maar dan heeft die kast dus gewoon helemaal geen zin gehad. Oh, echt. Boeien. Ja, pak gewoon even terug. Ja, we kunnen wel wat van die alcohol shit hier neergooien. Nee, dat wil ik niet doen. Hier. Alcohol, ik ben er echt 3 keer langs gegaan. Ja, er lagen ongeveer ook 3 flesjes. Dus... Flikkeren we ze daar even neer. Ik denk gewoon een stok van een beetje een voorraadje. Och man, hou.
Kom, dankjewel. Als ze nou... Ik wou net zeggen, als die dan niet lagen, was ik echt boos. Trouwens, met Q, toch? Huh? Normaal pak je dan met Q pak je zo'n een of andere... Oh nee, wacht, is de singleplayer. Ja, normaal pak je een Q met een multiplayer, pak je dan zo'n walkie-talkie, dat is wel grappig. Maar ik ga even opzoeken hoe ik een repair tool moet maken, dus ik zie jullie zo meteen weer terug. Tot zo. Oké, jongens, ik ben er weer. Ik weet hoe ik het moet maken, maar ik heb nog vier tricep nodig. Dus dan lijkt mij het handig om even een lookopslagje te maken. En dan kan ik het daar opgooien. En als ik dan wat logs nodig heb, kan ik ze gewoon even pakken. Dus eventjes, godverdomme. Eventjes hier een boompje. Geen boom. You know what I mean. Waar ergens die klootzakken er zo meteen aankomen. Oh, echt. Daar ben ik zo zat. Weet je, het spel is zo onschuldig, maar als die klooiers komen, hè. Oh, dan is het meteen helemaal los. Dan worden ze meteen helemaal wild. Dat is echt, helemaal wild. Dat is niet meer leuk. Dat is echt niet leuk. Als die wild worden. Hoppakee. Ik heb echt tering veel batterijen volgens mij. Batterijen heb ik eigenlijk. Ach, wat kan ik die eigenlijk zien? Zijn die... Die staan volgens mij ergens op de tas. Of die liggen ergens. Ik weet niet precies waar, maar... Waarschijnlijk zal ik... Ah, hier. Vier. Ik kan me herinneren dat ik er meer had. Maar kan ik ook fout hebben. Even kijken. Ik heb trouwens ook mijn microfoon iets harder gezet, want ik merk als ik niet praat dat het zeg maar helemaal stil wordt. Dat is een beetje raar, maar... Oh, die wind die is echt raar. En ook een beetje creepy aan de andere hand. Aan de andere kant. Is een beetje bang. Weet je zo? Ja. En dan is hij eigenlijk gewoon. Ik dacht dat hij niet zo. Maar ik... Oh, ik dacht al. Ik was dacht bijna dat hij op het fucking huis was gevallen. Dan had ik echt een probleem gehad. En dan was ik echt boos. Hè? Waar zijn de rest van die logs heen? Nee, dat zijn er geen twee logs, dat zijn echt wel meer. Hè? Ik verzin wel wat grappigs dat ik kan dat je in slow motion of zo kunt zien waar die logs heen flikkeren. Oh, ik dacht al, ik was dacht bijna dat je. Dat is een beetje raar. Oh, even kijken. Het is nu al 20 voor. 20 voor 10. 20 voor 9 bedoel ik. Niet dat dat me verboeit, maar ik zag het gewoon even toevallig op mijn telefoon. Hoppa. Och, kom op. Zo, en dan hebben we wat trees en... 12 trees hebben. Oké, we kunnen hem nu maken als het goed is. 2. En wat stenen en... Kijk eens. Oh, we hadden... En zo kun je zeg maar shit fixen als iets kapot is. En zo met dit ding, dat kost ook geen stamina. En dan kun je dus zeg maar... Ik dacht dat ik weer wat hoorde. Ik begin echt paranoia te worden volgens mij. Aan de zon te zien. Ik weet niet precies waar de zon is. Ja, ik denk deze kant, dan ben ik gezien als een stralen vandaan komen. Maar de zon komt meestal op aan het westen. Of komt de zon op aan het oosten? Ja, een van die twee kanten. Maar tenminste, de zon hangt vrij laag. Dus ik denk dat het of morgen is of avond. Maar ik denk dat het richting de avond wordt. Ik denk echt de hele tijd dat ik shit hoor, hè. Is er nog iets wat we kunnen doen? Iets wat we kunnen neerzetten? Qua... Hoe heet het? Defense. Je wat zullen we gewoon zo'n rockwall neerflikkeren? Ja, nog. Zo, oké.
Maar dat was heel klein. Ja. Zo, in totaal 221 rocks. Moet lukken. Oeh, het wordt wel donker. Dus ik had gelijk, het is avond. Ja, het gaat wel snel. Als we eenmaal het eerste muurtje... Als we eenmaal het eerste muurtje af hebben, dan... komt het wel goed. Zo, dit zal ik waarschijnlijk ook gewoon versnellen. Dus waarschijnlijk zit het er niet in. Denk het wel, dus waarschijnlijk ben ik gewoon heel erg stil. Wel was die idioot weer komen. Hoe laden ze het eigenlijk? Ah, we kunnen al pitten. Nou jongens, ik kan nu zeg maar gaan pitten. Dus dat doe ik even. Dus slaap lekker. En tot de volgende morgen. Nou, ah, dat is handig. Ik heb fucking geslapen tot het nacht was. Nu kan ik gaan afwachten tot het weer de ochtend is. Ha, slim. Heel slim, Daan. Ik denk dat ik gewoon even ga wachten hier. Gewoon even poes hier gaan lopen zitten. Ja, kijk eens, een gedroogd armpje. Ah, wacht, ik moet hem eten. Ja, lekker. Ik denk dat ik even ga koken, hoor. Kampvuurtje aan. Gezellig. En meteen een leuk idee, dan kan ik even een stoel misschien gaan maken. Lijkt me wel een vet idee. Dus dan doen we dat ook meteen, aangezien we hier toch een paar logs hebben staan. Zal dat wel kunnen. Denk ik. Oh, een woodbench kost vrij weinig. Kan ik geen... Oh, ja, dan maken we wel gewoon woodbench. Nou, ik pak even twee logs. Ho, ho, kut. Ah, oh, we zitten te dicht bij het vuur. Nou, dan zetten we maar gewoon nog een bank neer. En als het goed is, vliegen we nu niet in de fik. Ja, kijk eens. Pakken we even die pot vast. En dan flikkeren we hem op het water. En dan wachten we lekker even af tot het morgen is. Gewoon lekker even wachten. Dus dit wordt even een kleine timelapse, jongens. Ik stap weer van het vuur af. Omdat ik dan aan jullie kan laten zien dat de timelapse begint. En voor mij is dat ook handiger in het editen. Dus tot zo, jongens. Tot het morgen is. Ik onderbreek zeg maar de timelapse als er idioten komen. Dus tot zo. Ah, oh, goedemorgen jongens. Het was een lange tijd wachten. Maar eindelijk is het morgen. Ik hoop dat jullie de timelapse achter het romantische vuurtje heel leuk en heel fijn vonden. Ik vond het erg fijn om achter het vuurtje te zitten. Ik voelde me erg thuis. Ik kreeg flashbacks van vroeger. In de forest. Die goede oude tijd. Ah, de goede oude tijd. Toen mijn vriend... Hey, wat een mooi t-shirt. Toen mijn zoon Timmy nog bij me was. Ach, die goede oude tijd. Ach, kon ik die nog maar een keertje herleven, hè.
Ah, dat zien we misschien wel als de game is geëindigd, hè? I don't know, misschien vinden we Timmy wel terug. Sowieso, het doel is om hem te vinden, maar wie zegt dat we hem überhaupt gaan vinden? Ik weet dat er een ending is, maar ik kan niet verklappen wat de ending is. Waarschijnlijk zijn jullie nu zo'n idioot en gaan ze het opzoeken. Hey, Tricep. Nu hoef ik ook geen boom meer zo om te tikken. En nu kan ik ook gewoon dat ding dat laten doen. Maar ook één ding wat ik vandaag wil gaan doen is een boog maken. Dat is ook vrij handig. Daar kun je ook van die homo's mee afknallen. En dat is altijd vrij efficiënt. Nou, kijk eens, en het komt precies uit. Dus ik ga even experimenteren. Mij lijkt het logisch dat je een boog maakt met rope. En dan een stok en dan wat klof of zo. Kijk eens, een boog. Ik weet veel te veel van dit spel. Nou, kijk eens, we hebben meteen 5 pijltjes. En ja, ik ga gewoon even rocks collecten. Ik weet niet of dit in de video zit. Ik weet het ook niet, maar gewoon lekker even timelapse, jongens. Gewoon lekker even timelapse terwijl ik een heel ding bouw. Gewoon deze video zo kort mogelijk maken. Dan is het ook het leukste. Want als je een korte video hebt waar veel in zit, dan willen mensen meer. Dan willen mensen meer. Kun je mij alsjeblieft niet onderbreken, meneer, en gewoon mij laten doorspelen, godverdomme. Ah, kom op. Ik dacht al, ik schrik me even kapot. Ja, jongens, godverdomme, het is aan het regenen. Echt waar. Ik hoorde hem eens keihard onweer, hè. Ja, bliksem in zicht. Oh jee. Shoutout naar Ambu Gang. Ja. Doe maar. Oh, kut. Nou, rot weer, hé. Godverdomme. Ik dacht, ik ben hier gecrashed op een eiland. Het zou wel shun zijn. Maar het valt vrij hard tegen, hoor. Echt. Niet verwacht. Daarvoor heb ik deze vakantie niet geboekt. Godverdomme. Dankjewel, vis. Hey, Finding Dory. Finding Dory is stiekem gefilmd in de forest, wisten jullie dat? Nee, hè? Nee, dat had ik al verwacht, maar maakt niet uit. Ik neem aan dat jullie dat niet weten. Kan gebeuren. En trouwens, hier is tering veel aloe vera. Jezus Christus. Oh, kut. Normaal kon je die shit nooit vinden. Nu vind ik het alleen maar. Nou, komt me juist aan het voordeel. Kan me net zo goed gewoon even zo'n ding neerzetten. Hoe heet het? Hier, een garden. Zet ik het gewoon achter het huis. Gewoon een beetje een uitzicht hebben op mijn tuintje. Ja, is goed. Moet ik even een boom omtikken. Ja, dan tik ik vind dit wel een mooie boom om te gooien. Nou, tjonge. Mij boeit het niet wat ik moet gaan doen in de volgende aflevering. Als jullie nog wat weten van Forza dat ik niet weet, denk ik niet, maar zeg het me maar gewoon. Probeer maar je best. Just try, oké? Zo. Dan hebben we lekker de aloe vera geplant. Met aloe vera kun je ook een soort van medicijntjes maken voor als je ziek bent. Godverdomme, ik ben opeens een neger. Ja, pik. Godverdomme. Ja, jong. Ben ik weer. Ja, nu is het nog erger. Oh, kut, daar lopen downies. Oké. Die zijn langs gesprint. Laat alsjeblieft een veer vallen. Oh, kut, ik hoor ze. Kut, huis in. Ah, ja, ik zie hem. Ik zie ze lopen. Gewoon hier aan het hoekje. Die geluiden die homo's ook maken, hè. Echt. Godverdomme. Tering kutgeluid. Oh, ik schrik me helemaal kapot, hè. Auw, hoer. Pijlenboog.
Ah, tuurlijk, mijn server één verder, hè. Klooiers zijn hier rond aan het rennen, homo's. Zullen ze er nog zijn? Ik hoop het niet, anders hebben ze echt een probleem. Hallo vogeltje. Ah. Godverdomme, ik ben weer een neger. Zeik. Zeik. Ja, jong! Fucking erg is het nou al? Ja, pik. Godverdomme. Nee, nog een neger geworden, hé. Gewoon nog erger, hè. Niet dat negers erg zijn, maar... Nog. Is gewoon... Ja! Pik! Hoe fucking erg wordt het nog? Jezus Christus, man. Wordt steeds maar erger, hè. Ja! Pik! Kunnen we gewoon één keertje ophouden? Ik wil niet zwart zijn, oké? Okay? Zwarte mensen zijn heel aardig trouwens. Maar ik niet. Ik ben nu een wit man, weet je? Met een camouflage trui. Godverdomme. Fuck. Oh, Jan, maar even help. Even niks spelen. Godverdomme. Dat is echt niet... Bo... Nog één keer, hè? En ik ram het op de tafel. Je past me op, hè. Je doet me dit niet nog een keertje aan, spel. Echt, dan is er echt... Echt niet meer leuk. Godverdomme, wat zei ik je? Je houdt nu op. De forest ophouden. Ik ha... Ja, maar die zag ik gewoon. Waarom ligt hier al zoveel mut? Jezus Christus, man. Tering veel mut. Bo. Auw, hoe man. Waarom ligt hier zoveel mut? Bo. Oh, ik ga gewoon letterlijk rechtsonder in zo'n mut counter zetten. Hoe vaak ik nou wel fucking aarde op mezelf heb gesmeerd. Godverdomme, man. Ja, ik weet dat ik dan zo van me gecamoufleerd, maar dat hoef je niet echt... Hallo? Ja, oké. Okay. De laatste, oké? Okay? Dat is de laatste. Nu houden we op, oké? Okay? De forest, nu houden we op. Bo. Ah, kut. Oh, die deed wat pijn. Ja, dat... Ah, dat deed wat pijn. Ah, kut. Oeh, ja, dat was een harde. Oeh, daar raakte ik wat kut. Hallo meneer. Hallo liggewaan. Hallo, wil jij mijn vriend worden? Nee? Oké, ja, dan kan ik begrijpen, want ik ga je afslachten. Maar... Kan ik vrij goed begrijpen dat je mijn vriend niet wil zijn. Maar nu even ophouden met die meute, hè, alsjeblieft. Dankjewel. Oh, die bossen in dit spel worden kut. Oh, hoer. Nog maar 130 rocks te gaan. Ja, die mut heeft me niks meer aangedaan. Gelukkig. En beter ook. Ik drink even wat energy. Hallo. Beetje stealthy doen, hè? Ah, noob. Ah, beetje stealthy proberen te doen. Nu heb ik gewoon een handschoen. Een echte Louis Vuitton. Louis Lizard Vuitton. Haha, leuk zijn we weer gedaan. Leuk. Haha. Ah. Maar ik vind dit wel echt een heel slecht spel. Ik denk dat ik beter The Forest in Roblox had kunnen spelen. What the fuck? Viel er nou echt een koffer uit de boom? Kerstman, je hoeft nog geen koffers uit je fucking slee te gooien. Dit is veel te vroeg. Het is pas zomer. Jezus, man. Zijn dat fucking mensen die in de zomer of in de herfst al kerstspullen of zo gaan opzetten? Maar ja, hij is wel cool van de ene kant. Dan heb je gekke verlichting voor je huis hangen. Maar van de ene kant is het ook wel dom. Maar wacht, je zijn we de vorige keer toch ook geweest? Dan hebben we zo'n alsmaar goede herinneringen aan en dit ding.
Ah, je gek koffer. Nu heb ik een gekke Ik heb gewoon mijn hoodie opgestroopt. Als ik het goed heb, heet het zo. Ik ben niet heel erg goed met woorden. Maar boeien. Ik hoop dat het een leuke video is tot nu toe. Ook al aangezien zijn we al best wel lang bezig, maar dat boeit niet. Het is helemaal leuk. Hoppa. Nu hebben we ook gewoon een kleine houten fundering. En dan hebben we dan gewoon een steen voor. Net hoe je een huis bouwt. Alleen dan net iets anders. Maar komt in de buurt. Ik ben echt blij dat ik geen meut meer heb opgepakt. Anders was ik echt pest. Dit heeft gekraakt. Dat is zo erg. Hè. Zo handig eng. Volgens mij wordt het al wel nacht. Of avond bedoel ik. Maar dit keer moet ik wat wachten voordat ik ga slapen. Anders wordt het wel zo fucking laat. Want ik moet dus gewoon zeg maar laat gaan slapen, dan word ik in de ochtend wakker, niet midden in de nacht. Zo. Met z'n tweeën was het nou al af. Met twee personen was. Maar dan ga ik meestal 's nachts door. Met eentje ben ik een beetje een bange scheid, en dan doe ik dat niet. Ik zeg je één ding, hè, die fucking kutwind is zo irritant. Hoppakee. Want nog maar 100 te gaan. Afgerond 100, ja. Kun je even ophouden met je astma inhalering? Mogul. Ja, zou dat naar zijn, hè? Jij bent de bedenker van dat grapje. Een zeer schön. Zo. Pak weer even een lekker konijntje. En eten we die lekker op. Is dit spoiled? Oh, dit is nog raw. Oké. Okay. Ja, dan maak ik straks wel even een soepie. En zo'n lekkere instant noodles. Ja, dan heb ik echt zin om zo meteen even te gaan eten. Nou, dat lijkt me wel chic. Trouwens, morgen op zondag, voor wie het nog niet weet, Sen gaat live. Althans, wie de fuck is HX Bloop? I don't know, maar tenminste, hij gaat live. Ultimate Custom Night. En het lijkt me best wel leuk om te gaan kijken, dus ik ga het sowieso kijken. Ik weet niet of ik jullie dat zie, ik hoop het wel. En we hebben een katapult. Hoe de fuck ken ik deze recipes uit mijn hoofd? Grappig. Totaal useless dat ding, maar boeien. Ah, ik kan me nog herinneren dat ik dit met mijn vrienden speelde vroeger. Ja, vroeger. Jaar geleden. Half jaar geleden. Ja, de zomer van. Niet deze zomer, de zomer daarvoor. Met een vriend samen. Ja, drie vrienden. Justin, nog iemand. Bjorn, die kennen jullie niet. En, ja, dat was het volgens mij. En Rick soms, maar. Het gebeurt ook niet vaak. En, hadden we gewoon volgens mij iets van 50 dagen hier op de forest. Dat was echt niet meer normaal. En we hadden echt een fucking grote base. Echt een stuk of drie. Drie fully bases, maar echt zo'n dikke muur eromheen. Gekke watchtowers. Echt, dat was nice. En dan gingen we altijd de hele dag de forest en daarna misschien de Escapist 2. Dat was een leuke zomer. Of Roblox of zo, dat klinkt alsof dat Ramgee is, maar met je vrienden is dat best wel grappig als je niks hebt te doen. Of gewoon om kleine kindjes een beetje te etteren, dat is ook wel grappig. Maar dat waren de tijden toen ik nog een piepstem had, hè. Toen klonk ik nog zo. Ja, hallo, mijn naam is Daan. En welkom bij deze nieuwe video.
Vandaag gaan we Minecraft spelen. En we samen aankomst met vriendjes van school. Zoiets was het ongeveer, maar... Boeien. Toch? Hoe laat is het trouwens? Het is 9:05. Oké. Ja, als ik deze muur af heb, beëindig ik wel even de video. Ik heb helaas geen nieuwe base kunnen bouwen. Dan doen we dat gewoon de volgende episode. Dan neem ik dan morgen op, als het goed is. Als ik daar tijd voor heb en zin in heb. Waarschijnlijk heb ik er wel zin in, maar ik weet niet of ik er tijd voor heb. Maar dan neem ik die tenminste morgen op. En dan gaan we dan proberen een ander huis neer te flikkeren. Dan tik ik gewoon deze neer en dan bouwen we gewoon een nieuwe. En anders maken we gewoon een heel nieuw muurtje. En dan breiden we het gewoon uit en dan kunnen we dit gebruiken als een schuurtje of zo. You know. En hier spawnen gewoon net het small rocks op die plek. Moet ik wel even afkrijgen voordat het nacht wordt, want anders kan ik daar aan doorgaan. Daar zat ik als een homo zag rennen. Ik had trouwens ook gewoon een sled kunnen maken, zo'n slee. Maar ik heb geen zin om daar altijd mee op en neer te rijden. Maar alsnog is het vrij handig voor logs. Maar kunnen ook gewoon stenen en sticks in, dus. Maar dit kan ook gewoon. Ik kan ook trouwens opzoeken hoe ik een rockpack maak. Dat is ook wel handig, dus dan doe ik dat even en ben ik zo bij jullie terug. Rockpack. Rockba. Oh, een boorskin. Hoe kom je daar dan aan? Godverdomme. Nee. Oh, you serious? Ah, fuck. Ja, maar waar spannen boors dan? Ja, kutzooi. Een stickback dan. Kan ik dat wel maken? Ik kan me herinneren dat je het gewoon alle twee met Willenhoek moest maken. Ja, rabbit fur. Rabbit fur 2, Robin 3, klof. Nou, blijkbaar kan ik geen rockback maken, want dan heb ik boor fur van... What the fuck? Oh, dat zijn die clothing outfits. Ja, camo t-shirt, die wil ik. Die zijn chic. Camo is vet. Maar ik kan dus alleen een stickback maken, dus dan doe ik dat gewoon. Dus dit, nog eerst 2 roop. Rabbit fur. En dan hebben we een stickback, en dan kunnen we daar gewoon meer sticks in douwen. Dat is ook wel handig, dus dan hebben we dat gewoon. Dan moeten we een keertje op wilde zwijnen gaan jagen. Maar kom maar goed. Trouwens, je kunt ook een gekke pistool in dit spel krijgen. Dus die wil ik ook hebben. Dat is ook wel een eis wat we moeten hebben als we deze serie hebben gecomplet. Nou, ik hoop dat ik lang doorga met deze serie. Maar waarschijnlijk stop ik dan wel halverwege zoals ik bij elke serie heb gedaan. Die ik wil starten. Omdat je dan gewoon geen zin meer hebt. Dus of gewoon geen support krijgt. Maar als je gewoon echt mensen hebt die kijken. Dan heb je ook echt support, zeg maar. En dan wil je ook gewoon doorgaan, net zoals Sam met zijn Granny-series. Het kan ook zijn dat hij zich gewoon daaraan verveelde. Maar hij doet het gewoon om mensen blij te maken en gewoon mensen te laten lachen. Want, kijk, hij verkloot wel zijn hele telefoon, hè, maar... Hij maakt wel heel veel mensen aan het lachen, dat is wel leuk. En dan maak je gewoon mensen die dan bijvoorbeeld een zware dag hebben gehad, maak je gewoon een dag wel beter. Dus Sam, voor als je dit ziet, dank je wel dat je zo je best hebt gedaan op Minecraft Hacker Squad. Shout-out naar jou, jongen. Ik wist even niet wat ik moest zeggen. Wauw, dat was echt een net lach. Wow. Oh, kan ik dit nog afkrijgen? Ja, 29 lukt wel. En anders ga ik gewoon YOLO de nacht door. Maar krijg ik wel af, hoor. Hoppakee. Ik weet niet trouwens of jullie het ook leuk zouden vinden als ik de Battlefield 1 campaign ga spelen. Het is een beetje heel erg laat dat ik dat doe, maar ik vind het een heel vet spel. En ik
had het weer geïnstalleerd. Ik heb nooit echt de campaign, ja, wel gespeeld, maar niet echt helemaal uit. Gewoon niet de games in, zeg maar, een chronologische order. Dus gewoon in één keer achter elkaar gewoon random pakken en die spelen die ik leuk vond. Bijvoorbeeld die in de desert en zo, die vind ik wel vet. Of Friends in High Places, of hoe die ook heet. Ik kan ook de Call of Duty World War 2 story gaan spelen, want die heb ik ook, dat spel. Dat spel heb ik ook, bedoel ik. Ik ben ook van plan om Battlefield 5 te gaan kopen. Ik kan misschien ook daarvan de story mode van halen, spelen. Oh, en story modes zijn leuk van spellen. Online ook, maar ik vind story modes ook wel vet. Niet, dat vinden de meeste mensen niet, die zijn meer van het online game, maar mij boeit het niet. Pik, echt. Oh, we hebben bijna gewoon dat muurtje af. Maar het fijne is aan die stenen, je kunt ze ook gewoon zien, hè. Je ziet ze zeg maar een beetje oplichten. Ze lichten een beetje op in het donker. En trouwens, hoe kunnen eigenlijk die lichten nog branden in die plane? Heeft die zo lang zoveel elektriciteit of wat? En de laatste steen wordt nu gelegd. En ons muurtje is af, jongens. Dus ik ga even het huisje in. Dan sluit ik daar lekker de video af. Sla meteen even op. En wil ik tegen jullie zeggen bedankt voor het kijken, jongens. Laat een like achter. Reageer. En deel deze video met je vrienden. Abonneer op ons kanaal. En laat in de comments suggesties achter. Of je het een leuke serie vindt. En wat ik in de volgende aflevering moet doen. Ik ga sowieso een nieuw huis bouwen. En ja, dat is het eigenlijk. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. En later. Doei.